Goedemorgen. Wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan even weg. We gaan even weg. Ja. Waar gaan we naartoe? Ik dacht Oldenzaal, hè? Oldenzaal, wat gaan we daar doen dan? Ik heb geen idee. Ben je er klaar voor? Dacht ik, als iedereen er is. Oké. Dames en heren, heel hartelijk welkom allemaal op deze voorronde 12 maart Oldenzaal van het Nederlands Koorfestival. Het is een groot landelijk evenement met een finale op zondag 26 juni in de jaarbeurs in Utrecht. Als je daar staat als koor, dan kun je wat. Als je daar niet staat, kun je ook wat. We gaan vandaag genieten van vier koren die zich gaan laten onderwerpen aan het oordeel van de jury. Daarover dadelijk meer, dat ga ik niet doen, maar dat gaat straks Boyke Brand doen, onze presentator van de dag. Dit is een hele fijne samenwerking tussen het Nederlands Koorfestival en de stichting Stadsjongenskoor Oldenzaal. Wij hebben elkaar gevonden in deze voorronde. Het is ook enorm fijn dat de jonge mannen vanmiddag ook meedoen aan de competitie. En daarnaast is het zo dat we gebruik mogen maken van de inzet van de vele vrijwilligers hier rondom het koor. En daarvoor, voor de stichting en voor de vrijwilligers, wil ik alvast even een hartelijk applaus aanvragen. We geven nu het woord aan onze presentator Boyke Brand, die de jury en de koren aan u zal voorstellen. Boyke. Ja. Dankjewel. Dames en heren, ook namens mij van harte welkom voor het eerste voorronde in Oldenzaal wat betreft het Nederlands Koorfestival. Er zijn er in totaal 8 voorrondes en dit is nummer 4. Ik vind het ontzettend fijn om te doen. Waarom? Omdat ik natuurlijk een band heb met Oldenzaal vroeger en ook omdat ik ook een van de vorige dirigenten van de Stadsjongenskoor ben geweest. En ja, dat blijft toch altijd een beetje bij. Vandaar dat ik hier dus nu ook ben. Als eerste voor u gaat optreden de IJsselzangers. Als ik het goed gelezen heb, dan bestaat het koor 61 jaar. Doen mee aan heel veel activiteiten in de regio Zutphen, maar doen ook regelmatig mee aan allerlei concoursen. Het koor staat onder leiding van Paul Michel. Ik heb Paul Michel nog vanuit mijn studie in Enschede. En Paul die dirigeert een behoorlijk aantal koren. En wat ik van het koor ook weet is dat het koor een sterk inzet op kwaliteit. Oh.
Zou we eerst kunnen luisteren naar het mannenkoor de IJsselzangers uit Zutphen, het origineel mannenkoor. Waar wij ook zijn in dat streek land, zingen we voor het de vriendenband, samen te leven in het park.